ik kwam erachter hoe snel we aan dingen wennen. Mm-hmm. Dat vond ik echt bijna weird. In het begin vond ik het super vet als ik weet ik veel, een custom filmpje zag. Of de eerste keer dat ik een filmpje zag waarbij ze mijn naam in het scherm hadden. Weet je wel, dat soort simpele dingen die toen uitkwamen. Dat ik dacht, what the hell? Maar dan ben je binnen 2 weken aan of zo. En dan heb je er 3 gezien en dan vind je het allemaal wel oké. Dus toen dacht ik, hoe kan ik die gewenning tegengaan? En toen heb ik dus een soort van formule in mijn hoofd ontwikkeld die ik nu nog steeds gebruik. En dat is een opstapeling van dingen die je nooit meer in die formule tegen gaat komen. Je gaat ze nooit meer in die combinatie, in die samenstelling ga je dat nooit meer vinden. En dat maakt dit uniek en dat geeft het urgentie. En daarom is die content goed. Hmm. Of de invite goed. Of de promo goed. Of wat dan ook. Kun je het concreet maken met een voorbeeld? Zeker. Wat ik daarmee bedoel is, ik hou bijvoorbeeld heel erg van eten. In elke vorm. Ik vind het leuk om het te koken. Ik vind het leuk om het te eten. Ik vind uiteten leuk. Maar ik vind het vooral leuk als je heel veel mensen bij elkaar hebt. Mm-hmm. En je doet iets bijzonders. Hoe vaak of hoe weinig eigenlijk doen we dat? Het zijn bruiloften of zo, waar je echt met 100 bekenden eet. Weet je, maar je doet het eigenlijk bijna nooit. Ik dacht, ik wil dat gewoon zo vaak mogelijk doen. En ik woonde boven een restaurant. En het was een Italiaans restaurant met een Amerikaanse vrouw. Die Amerikaanse vrouw die zei een keer tegen mij, ik maak de allerbeste fried chicken in the world. Maar mijn Italiaanse chefman, die haat het als ik dat doe. Want het restaurant stinkt 2 dagen naar frituur. Toen zei ze, maar de eerste keer dat hij weer, weet ik veel, zijn moeder op gaat zoeken of op vakantie gaat of zo, of op reis, dan ga jij en ik gaan hier gewoon kip maken. Ik zei, yes, zin in. En ik proef die kip. Ik zei, ah, je hebt gelijk. Dit is echt het beste ever. Al mijn vrienden zouden dit moeten proeven. En ik gaf toen al feestjes. Ik had toen al mensen om me heen. Dat was al helemaal cool. En toen dacht ik, nou, dit wordt makkelijk. Ik typ gewoon een berichtje. Er staat, jongens, ik heb een restaurant afgehuurd. We gaan met z'n allen de beste kip van de wereld eten. Koop je tickets hier, want het moest op een of andere manier wel betaald worden. Klaar. En ik doe dat online en ik verwachtte echt, oké, nou, dan zijn we er. Ja, echt niet eens 1 ticket verkocht, sorry, niks. Helemaal geen reacties. En ik dacht, hè? Toen besefte ik me een paar dingen. 1, ik ben excited door alle dingen die ik weet. En zij zijn niet excited door alle dingen die ik niet heb verteld. Ja. Maar ik kan ook niet het hele verhaal vertellen, want niemand gaat het allemaal lezen over de buurvrouw en de man en dit en dat. Dus toen dacht ik, wat kan ik doen om het schijnbaar nog gekker te maken? Toen dacht ik, oké. Kip is interessant, maar chicken and waffles is een hele rare fenomeen, gerecht, stuk cultuur uit Amerika. Mm. Dat wel een soort van internethype had, maar niemand had het eigenlijk ooit echt gegeten. Dus je kon het amper krijgen in Amsterdam. Dus ik dacht, nou oké, dan doen we dat. Dus ik stop de lekkerste kip die er is op een wafel. Dat is al weird. Dus als je ooit al dat een keer hebt willen proberen, dan vind je dit wel interessant. Dat is variabele 1. Variabele 2, ik moet benadrukken dat het hele restaurant van ons is. Er zijn geen andere mensen. Dus private dinner. Oké. Dan dacht ik, wat is nou echt raar als je fried chicken gaat eten? Ik heb nog nooit fried chicken gegeten met een smoking aan. Oké. Het wordt black tie dress code om dit te eten. Dus je moet in black tie komen naar een privé restaurant waar je chicken and waffles gaat eten. En een vriend van mij is een van de beste DJ's ever. Shout out DJ Abstract. En die belde ik en toen zei ik, toen kon het trouwens nog. Ik schaam me nu wel een beetje voor, maar oké. Zei ik, wil jij 4 uur lang alleen maar R. Kelly draaien? Alleen maar R. Kelly. Oh shit, ja. Ja, dit was voor al het gezeik. Dat wisten we toen nog niet. Maar ik bedoel, R. Kelly is los van wat we allemaal van hem vinden nu. Dat is 1 ding. Maar het is een artiest met echt, weet ik veel, 20 albums of ja, zo. Ja, het is een R&B hoeksteen, klaar. Ja, ja, en hij had onwijs veel liedjes. Maar je hoorde eigenlijk de hele tijd maar dezelfde 4-5 liedjes in de club. En ik dacht, nou ja, wat nou als je gewoon de hele avond alle albumtracks, alles wat je ooit een keer hard hebt willen horen, ja, dat gaan we draaien. Je hebt de smoking aan en we gaan chicken and waffles eten in een privérestaurant. Dan ineens is hetzelfde evenement 1000 keer aantrekkelijker. Omdat je FOMO vormt of weet je denkt van, wow, dit gaat echt letterlijk nooit meer gebeuren. Dat weet ik nu sowieso zeker. Dat gaat echt nooit meer gebeuren. Ja. Toen zette ik het online. Toen was het in 4 minuten uitverkocht. En toen dacht ik, oké. Dit werkt niet alleen voor promotionele dingen, maar dit werkt eigenlijk ook als ik zelf een boodschap heb dat ik wil vertellen. Mm. Ja. En ik kwam erachter dat de mooiste content, de meest mooi geproduceerde, doordachte, kunstzinnige, prachtige content haalt de minste likes. Ja, herkenbaar.
is gewoon feit. En het is niet alleen voor mij of voor jou, het is voor everyone. Want je moet daar de tijd voor nemen. En je moet je erin verdiepen. En je moet verbanden zien. En je moet smaak hebben. En je moet alle, weet je, dat is best wel ingewikkeld. Wel. Lekker plat, dat werkt gewoon. En toen dacht ik, oké, dus als ik een boodschap wil uitdragen of wil vertellen, dan moet ik dat niet super mooi maken. Ik moet dezelfde formule gebruiken. Waarom lees je dit? Waarom? Weet je, gewoon die vier variabelen erin rammen, waardoor ze denken, oh ja, dit wil ik lezen, want dit is bijzonder gek of ga ik nooit meer zien. Of, ja. En wat waren die vier waar je het net over had? Het maakt niet uit welke vier het zijn, als het er maar een stuk of drie, vier zijn. Dus in dit geval, ja, in plaats van dat ik een hele mooie foto van mezelf zou posten, zou ik een hele rare foto posten. Ja. En in plaats van dat ik direct to the point zou komen of een heel mooi verwoord labtekst zou doen, zou ik dat op een andere manier doen. Je ziet dat nu ook heel erg, hè? Dat trucje werkt gewoon forever, is niet van mij of zo, maar als ik nu door mijn timeline heen ga, dan zijn er allerlei dingen rondom maatschappelijke problemen. Of dat nou Black Lives Matter is, of Jemen, of weet ik veel, de corona. Er is zoveel aan de hand, weet je. En op een gegeven moment heb je media fatigue. Mensen zijn moe, die hebben het al 1000 keer gehoord. En je hebt dat hele influencer verhaal van, oké, ja, moet ik echt nu nog een keer naar een meid kijken in een bikini op een rooftop, weet je wel. En het antwoord is altijd ja. Het antwoord is ja, maar je kunt dat dus ook inzetten. Wat ik best wel interessant vind, zijn mensen die dus ineens een hele heftige foto plaatsen. Of het nou half naakt is of juist heel, heel echt, waarbij je, weet ik veel, vetrollen ziet of gewoon, weet je, gewoon normaal mens zijn, zeg maar. Dat laat jou in ieder geval stoppen. Dan ga je lezen wat er staat en dan blijkt het ineens een political message te zijn. Of, of weet je, andere manier om dat te doen. En het heeft het puur te maken met hoe doorbreek je de gewenning. Hoe doorbreek je dat ik gewoon dat iemand gewend ben aan al die onzin. Dat is het met het gevaar met die content. En dat is echt gewoon als mensen, wat ik denk ook dat veel bedrijven niet begrijpen, is dat je hebt hier die telefoon in je hand. En dit is letterlijk de beweging. Eén vingerbeweging. Ja. En je bent voorbij, weet je wel. En daar moet het allemaal in gebeuren voordat het blijft plakken of dat het blijft steken. En dat is zo vluchtig geworden. Er zijn twee leuke dingen over. Eentje is, we hadden het met de avocado show. Is misschien een beetje een rare vergelijking, maar wij probeerden de content die we daarvoor maken, de foodfotografie. Ik ben al heel mijn leven jaloers op de McDonald's. Omdat ik vind dat een van de allersterkste branding exercises op de hele planeet. Ik geloof namelijk in een paar dingen. Eén, de naam en het merk McDonald's is net zo groot als de naam en het merk Big Mac. Er is niemand die niet weet wat een Big Mac is als je McDonald's kent. Ja. Dus zij hebben eigenlijk twee merken gebouwd. Ja. They piggybacked. Ze hebben gewoon een verdubbeling gecreëerd met 1 euro. Zeg maar. Dat is heel slim. Het andere ding is, als ik op een regenachtige dag in het donker om 4 uur 's nachts 160 km per uur op de linkerbaan zou rijden. En het regent en het bliksemt en het dondert en ik heb mijn ogen half dicht. En ik flits voorbij 2 gele strepen. Dan weet ik nog steeds wat het is. Dat is een McDonald's. Ja. Voor mij is dat letterlijk hoe mensen nu met hun telefoon omgaan. Ze hebben 2 schermen aanstaan. Ze zijn 4 dingen tegelijk aan het doen. En ze gaan 300 km per uur door die timeline. Kan ik iets creëren dat zelfs als je hem mist, zelfs als je over me heen scrolt, dat je nog steeds onbewust registreert dat wij het zijn. Ja. En zo hebben we eigenlijk de foodfotografie in elkaar gezet. Van oké, we hebben altijd groene plant walls, we hebben een roze bank, we hebben donkere ondergrond, we hebben heel kleurrijk eten. Er is geen poespas, geen allerlei garnering of shit eromheen. Er zitten geen borden onder. Het is echt puur het product in een decor setting die de hele tijd terugkomt. Ja. En dus is het herkenbaar. Daarom watermerken wij onze beelden ook niet, omdat je het al ziet. Het kan niet iemand anders zijn. Ja. En dat vind ik zo interessant, wat jij zegt van inderdaad, weet je, mensen gaan er gewoon maar doorheen. Maar er zijn dus manieren om ze of te laten stoppen, of zelfs als ze niet stoppen, om het onderdeel te laten zijn van herkenning. Onbewuste awareness is fantastisch. Ja. Dat is te vormen. Dat is best wel cool.